We horen het al vanaf het moment dat we geboren worden. Als we opgroeien, in de klas, allee, mannen. Zelfs in de cinema, overal. Tot nu. 500.000 jongeren mogen eindelijk hun stem laten horen. En onze politici, Pieter-Jan de Smet en ikzelf, gaan luisteren. Eerste keus. Vanaf zondag 26 mei op VRT1, VRT Max en VRT Nieuws.